Een bomvolle zaal in Wevelgem. Het doet terugdenken aan de gloriedagen van Power Wevelgem in eerste klasse. Een indrukwekkende sfeer is het voor een derby. Jérôme van den Bergen is al het hele seizoen in schitterende doen voor Wevelgem en ook voor een volle zaal wil hij natuurlijk demonstreren. In de eerste helft alleen al scoort hij 4 driepunters. Maar Ieper is de ploeg van de terugronde en ook tegen Wevelgem is het niet onder de indruk. Een sterke Kjell de Vacht draagt zijn team in de eerste helft. De Vacht bezorgt Ieper zelfs een voorsprong bij de rust, 34-36. Ook in de tweede helft gaat het gelijk op, maar helemaal op het einde van het derde kwart pakt Wevelgem uit met een tussenspurt. 3 punters van Van den Bergen en Van de Keren bezorgen de thuisploeg een 57-53 voorsprong. Maar Ieper reageert meteen in het vierde kwart. 2 scores van opnieuw de Vacht en een 3-punter van Robben Outs brengen Ieper weer op voorsprong, 57-61. Ieper probeert in het slotkwart de bal uit de handen van Van den Bergen te houden, maar Wevelgem toont dat het meer is dan zijn topscorer. 2 driepunters van Jasper Velge en deze bom van Van de Keren zorgen uiteindelijk voor een kloofje. En wanneer Van den Bergen zelf dan ook nog eens een 3-punter lanceert, is de wedstrijd meteen gespeeld. In een paar minuten tijd maakt Wevelgem het verschil. Het eindigt de partij met een 13-3, eindstand 76-66. Het is heel seizoen zo dat we meer naar Tom en ik misschien kijken, maar als wij de bal doorspelen naar de andere mannen en die shotten binnen, ja, zijn wij moeilijk af te stoppen. En we hebben dat toch wel bewezen. De ervaring van de anderen neemt het een beetje over en Tom van den Keren komt los. En, ja, bij ons lukt het niet meer en gaan we een beetje gaan forceren. En ja, uiteindelijk is dat een beetje onze doodsteek op het einde van de wedstrijd. Wevelgem viert de overwinning, maar omdat Melcele pas later op de avond speelde tegen Knokke Heist, was het dus nog wachten op een eventuele titelviering. Wij hebben alle matchen voluit gespeeld, 100%. Het bestuur heeft niet gezegd van jongens, let op, misschien, ja, zo zijn we niet en zo hebben we ook niet gespeeld. Dus we moeten nu vooral genieten van de match met het volk en ja, we zien wel straks.